Ze zijn er weer niet uitgekomen in Londen. De Internationale Maritieme Organisatie kwam daar de afgelopen week samen. Dat is de organisatie van de Verenigde Naties die gaat over de scheepvaart in de hele wereld. Het doel was om de enorme vervuiling die deze sector veroorzaakt terug te dringen. Dat is dus niet gelukt. En zo is er weer een mogelijkheid gemist om de uitstoot van CO2 en zwavel, verantwoordelijk voor de klimaatverandering, wereldwijd terug te dringen. Telefoons, auto's, technische apparatuur, noem maar op. 90% van de goederen die u en ik gebruiken is ooit in grote containerschepen naar ons toegekomen. Handig, maar... Het grootste probleem is dat er de twee V's, er zijn er heel veel van en ze zijn nogal vies qua brandstof. We zijn in Delft bij We4Sea, een bedrijf voortgekomen uit de TU Delft dat technieken ontwikkelt die de CO2 en zwaveluitstoot van zeeschepen moet beteugelen. Alle lichtjes op deze kaart zijn zeeschepen. 100.000 ervan zijn dagelijks onderweg. Gemiddeld verbruik 50.000 tot 70.000 liter brandstof per dag. En helaas varen ze niet op euroloodvrij, maar op zeer vervuilende stookolie. Een soort gesmolten asfalt. Dat is giftig, daar zitten allerlei stoffen in die je liever niet wil hebben. Asfaltenen, zwavel. Het is eigenlijk een hele onprettige brandstof. Maar het is wel goedkoop. Hoewel vaak alleen buiten de kust, 90% van de zeeschepen gebruikt de stookolie. Met grote gevolgen voor het milieu. In de kwetsbare Noordpool, maar ook voor mensen die in drukbevolkte gebieden aan zee wonen. Zoals bijvoorbeeld in Rotterdam. Hun gezondheid lijdt eronder. Er zijn veel studies geweest dat, over de levensverwachting van mensen. Ja, dat het eigenlijk toch niet zo goed is om in een omgeving als Rotterdam te wonen. Ja, dat is natuurlijk iets wat je niet wil hebben. Het gebruik van stookolie is grotendeels ongereguleerd. Wel is er iets afgesproken over zwavel. Stookolie mag maximaal 3,5% zwavel bevatten. Nog altijd 2000 keer meer dan in autobenzine. In 2020 moet dat gehalte terug naar 0,5%. Maatregelen nemen gaat uiterst traag, dat bleek afgelopen week weer in Londen. Tijdens een vergadering van de IMO, de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Sommige landen hebben eigenlijk geen enkel belang in klimaatverbetering. Of zijn er zelfs tegen. We zien wat er recent in Amerika voor draai is gemaakt in de politiek. En al die belangen, de helft van de groep wil vooruit, die wil sneller. De andere helft wil achteruit, die wil langzamer of het zelfs helemaal afschaffen. Dan Veen heeft met zijn collega's een techniek ontwikkeld waarmee op afstand het brandstofverbruik en de uitstoot van zeeschepen in kaart kan worden gebracht. Het systeem kan rederijen belangrijke informatie verschaffen om efficiënter te varen en minder te vervuilen. Hier zien we de brandstofemissie per reis. We zien waar het schip gevaren heeft en hoeveel brandstof die daarvoor heeft gebruikt. Deze techniek is beschikbaar, zoals u ziet. En ze gaan nu praten in Londen over het wereldwijd invoeren van dit soort dingen. Maar niet voor 2019 of 2020. Terwijl het nu al kan. Terwijl het nu al kan. Terwijl je nu er al enorm mee kan besparen. Dat kun je meteen doen.